Fietsers die vol in de remmen moeten voor een vrachtwagen die plots de kruising oprijdt. Of een bestelwagen die denkt dat hij op een straat met eenrichtingsverkeer rijdt. En zo gaat het de hele dag door op dit kruispunt bij strijp T, vlakbij het strijpsbultje. Bewoners, van wie er één deze beelden maakte, slaan alarm over het kruispunt. Ze zien het steeds maar net goed gaan en hebben de gemeente opgeroepen om snel iets aan de veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door het fietspad te verleggen, waar veel autoverkeer bij het oversteken op stilstaat. De drukte op het kruispunt is deze week nog eens fors toegenomen, nu een belangrijke weg op strijp S is afgesloten in verband met de bouw van de nieuwe woontoren Nico.